De gemeenteraad van Meijerijstad vindt dat burgemeester Kees van Rooij ook de komende 6 jaar burgemeester van Meijerijstad moet blijven. De raad heeft dat maandagavond besloten en burgemeester van Rooij is daar natuurlijk blij mee. En hij heeft voor zichzelf 3 speerpunten opgesteld, zijn eigen VVV's. In zo'n eerste periode, nieuwe gemeente, jonge gemeente, stond voor mij verbinden centraal. Dus de V van verbinden. Maar ik heb gezegd, we zitten nu in een nieuwe fase. Dus nu staat ook visie centraal, de toekomst. Waar koersen we naartoe? En als derde het vertrouwen. En dat heeft te maken met die democratische waarden. Hoe kunnen wij zorgen dat burgers lokaal vertrouwen hebben in onze democratie en datgene wat wij uit het algemeen belang doen. Namens de gemeenteraad gaf Wilma Wagenaars aan dat het versterken van het vertrouwen in de democratie door de gemeenteraad als een belangrijk nieuw aandachtspunt geldt. En Van Rooij is het daar van harte mee eens. Democratie is levend iets, hè? En dus kabinetten vallen, er gebeurt van alles. En tegelijkertijd moeten wij lokaal staan voor die democratische waarden. Voor de versterking van die democratie die we als burgers ook met elkaar moeten doen. En daarom ook dat het mij alleen maar meer energie geeft om te zorgen om daarvoor te knokken. U heeft ook altijd, zeker de laatste jaren bij de opvang van asielzoekers, gezegd daar moeten wij als Meijerijstad ook volop aan meewerken. Daar werkt Meijerijstad ook volop aan mee. Nu is in het afgelopen weekend bekend geworden dat in Uden een AZC met 300 mensen komt. Is daar overleg over geweest bijvoorbeeld met u? Jazeker, want wij hebben als regio hebben wij met elkaar een plan gemaakt waarin we hebben vastgelegd waar ieder voor staat. En als voorzitter van die subregio heb ik continu ook overleg met de andere collega's over hoe het gaat, waar men tegenaan loopt, waar we elkaar in kunnen helpen. Dus ja, dit was voor mij geen volledig onbekend gebeuren, maar wel heel blij dat ook op die manier Maashorst bijdraagt aan de opvang. Ten slotte nog één ding. Je kijkt altijd goed naar wat wordt er nou gezegd tijdens zo'n bijeenkomst als vandaag. En het viel me op dat Meijerijstad is natuurlijk altijd sterk gericht op Noordoost-Brabant. Maar u heeft heel nadrukkelijk gezegd, wij kijken ook naar Zuidoost-Brabant, naar Breenpoort. Ja, wij zijn gewoon loyaal in Noordoost-Brabant. Maar wij kunnen niet ontkennen dat heel veel druk, of het nu over woningbouw gaat of over de economie, dat wij daar de zuigkracht of de kracht van Breenpoort voelen. Dus we zijn ook al langer bezig in overleg daarmee. We sluiten ook al langer aan bij, als het gaat over de infrastructuur, overleg en andere. Maar we hebben gezegd, het is raar dat er zo'n grens ligt tussen Zuidoost-Brabant en Noordoost-Brabant, terwijl de helft van onze kernen grenst aan Zuidoost-Brabant en de andere helft aan Noordoost-Brabant. Dus wij liggen er middenin. Nog iets groter zou je kunnen zeggen, wij liggen prima midden tussen Den Bosch, Eindhoven en Os. Dus in dat centrum moeten wij zorgen dat wij stevig ons mannetje en vrouwtje staan. Meijerijstad, het hart van Oost-Brabant. U zegt het.